Wist je dat een hond tot 20 kilometer ver kan ruiken? Wel, alleen levende honden kunnen dat. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is een boek geschreven door de Britse schrijver Mark Haddon. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 2003 en heeft sindsdien veel waardering ontvangen. Dit boek heeft ook verschillende literaire prijzen gewonnen, zoals de Costa Book of the Year, de Waverton Goodread Award en de Guardian Children's Fiction Prize. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Christopher Boone, een 15-jarige jongen met een vorm van autisme, waardoor hij moeite heeft met sociale interacties en veranderingen in zijn omgeving. Christopher ontdekt de dood van de hond van zijn buurvrouw, Wellington, en besluit zich te wijden aan het oplossen van het mysterie rond de dood van de hond. Zijn onderzoek leidt tot onverwachte ontdekkingen en brengt hem op een reis die zijn leven en dat van de mensen om hem heen verandert. Als je wilt weten wat er precies allemaal gebeurt, raad ik je zeker aan om het boek te lezen. Naast het mysterie van de dood van de hond wordt er ook gesproken van onderwerpen zoals familie en vriendschap. Het is zowel een boeiend mysterie als een ontroerend verhaal over begrip en verbondenheid. Wat het boek volgens mij zo bijzonder maakt, is het unieke perspectief van Christopher. De auteur geeft de lezers een kijkje in de wereld van iemand met autisme en biedt een invloedend beeld van de ervaring van Christopher in het boek.